ik ben de vijfde generatie Wittenoos die hier woont. En het was eerst niet het idee dat ik hier de boerderij over zou nemen. Maar in 2018 zijn we vanuit Deventer verhuisd hier naartoe. En zijn we het op onze manier gaan doen. In de huidige landbouw komen heel veel problemen samen, zoals stikstofoverschot, CO2-afgifte en biodiversiteitsverlies. Wij willen graag laten zien dat je met een boerenbedrijf deze problemen ook juist kunt oplossen. Er is een systeemverandering nodig. En, waardoor je CO2 juist opslaat in de bodem, geen stikstofoverschot hebt en juist de biodiversiteit kunt verhogen. Ja, we hebben behoorlijk wat hectares, 12 hectares, dus dat is 24 voetbalvelden. En om die helemaal te beheren, daar gebruiken we de koeien dus ook voor. Onze koeien eten gras, hooi en luzerne, dus 100% van het voedsel maken we zelf, dus al het voedsel. En wat daar belangrijk aan is, is dat ze, doordat ze voornamelijk gras eten of hooi, de omega-3 en omega-6 vetzuren heel gunstig is voor je gezondheid. Het is goed voor je immuunsysteem. Je krijgt een band met de dieren en je kent ze ook bij naam. Dus ja, op het moment dat ze dan naar de slager moeten is natuurlijk vervelend. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook voor het eten. En het vlees verkopen we aan huis. Dus mensen kunnen kijken op de website en een bestelling doen. En dan in overleg halen ze het hier af. Goed, we staan hier in de luzerne. En luzerne is een plant die stikstof uit de lucht haalt in de bodem. Dus eigenlijk is het een natuurlijke kunstmest. En naast dat het de bodem heel erg verrijkt, voeren wij het ook aan onze koeien en aan onze kippen. Het is heel erg eiwitrijk. De dubbeldoel kippen scharrelen buiten. Ze kunnen binnen om eieren te leggen. En normaal heb je in de reguliere kippenteelt heb je speciale kippen die eieren leggen. Dat is eigenlijk een andere soort dan die vlees produceren. Maar wij hebben één soort die zowel eieren legt als vlees produceert. Bij ons kun je dus ook eieren kopen en kippenvlees en hanenvlees. Want er worden natuurlijk ook haantjes geboren. En dat is lekker. Voordat we met het voedselbos begonnen, we hebben eerst de omheining aangelegd, zodat er geen reeën meer bij konden. En toen zijn we begonnen de boompjes aan te planten. En dat hebben we nu de afgelopen 3 jaar gedaan. Iedere jaar planten we een rij nieuwe bomen. En dan langzamerhand zal daar een voedselbos verschijnen, waarin we allemaal bijzondere soorten proberen neer te zetten. Het perceel waar we voedselbos gaan planten, dat is bijna een hectare. En je ziet op dit moment van die laatste paar jaren dat we geplant hebben nog maar hele kleine boompjes. Een rijtje wat je van een afstand eigenlijk nog niet ziet. En dat gaat nog wel 1 jaar of 10 duren voordat er echt bomen staan waar de verschillende vruchten aan groeien. Wat staat er zo al in het voedselbos? Ik kan er een paar noemen. Vlier heb ik aangeplant. Kweepeer. Mispel. Aantal soorten bessen en bramen. Ja, zoals we de afgelopen zomers hebben gezien, is het iedere keer weer heel droog. En omdat te kunnen overwinnen met voor de bomen hebben we waterboksen erbij gezet die het regenwater langzaam afgeven aan de grond, zodat de bomen het overleven. Een klein beetje water afgegeven via een lont, net genoeg om de boom in leven te houden, maar niet zoveel dat de boom lui wordt, dus die boom gaat toch naar grondwater zoeken. En ook hier waren die waterboksen heel hard nodig om te zorgen
dat alle bomen het zouden overleven. Je ziet hier de groentetuin, prachtige kleuren natuurlijk en hele lekkere verse groentes die de mensen zelf van het land kunnen halen. We mesten met eigen mest van onze koeien. Het is allemaal zonder rommel en onbespoten geproduceerd, dus ik ben echt heel trots op eigenlijk. Ja, we verbouwen meer dan 25 soorten groenten en dat is heel leuk, want het ziet er heel mooi uit en het smaakt ook echt heel lekker. Op dit moment gaat de opbrengst van onze tuin naar 17 abonnees en die maken er de mooiste dingen van die ze dan weer op de app zetten. Dus daar kan ik dan ook weer van genieten. We hebben gelukkig heel erg veel hulp en uit binnen- en buitenland komen vrijwilligers ons helpen. Het is hartstikke gezellig en gelukkig hoef ik dit niet allemaal alleen te doen, want dan was ik niet zo blij, denk ik. Maar door het samen te doen en gemeenschap te vormen, ja, dat maakt het vrolijk en blij. In november zijn er natuurlijk alleen maar wintergroentes, zoals boerenkool, palmkool. We hebben nog wat koolrabi, bietjes, aardperen hebben we ook, dus hele bijzondere soorten. Maar eind november stoppen we en dan is er te weinig licht om nog te telen. Mensen kunnen zelf hier komen om te oogsten, dan heb je dus keuze. Je kunt de hele week oogsten, dus als het op is, kom je weer meer halen. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid en dat is dat wij voor jullie oogsten. En dan kun je groentepakketten ophalen op verschillende ophaalpunten. Heel mooi, dankjewel.